De kracht van vrouwen in de politiek. Wie zit het dan met Esther überhaupt al? Gelijkheid? Daar gaan we het vandaag over hebben in Bekijk het maar. Nou, zoals we hier aan tafel zitten, is die gelijkheid al helemaal. We zijn heel mooi in balans, alhoewel de vrouwen hebben toch de overhand. Sorry heren. Geen enkel probleem. Geen enkel probleem, nee. Dat vind ik al een hele goeie. Stel jij jezelf eens voor. Ja. Mijn naam is Jonathan Felix, raadslid en fractievoorzitter van de VVD in Roermond. En naast jou zit? Ik ben Oudonet Dreesha, ik ben werkzaam bij Stichting Share Power en wij doen van alles wat te maken heeft met vrouwenzaken in Limburg. Ik ben Femke Soppen. Ik woon sinds februari in Roermond en daarvoor was ik raadslid in een kleine gemeente bij Amsterdam. Leon Lockhart, zelfstandig ondernemer en ik ben voormalig bestuurslid van de vrouwenorganisatie FAM, rechtsvoorganger van Share Power. Mm-hmm. En ik heb wel eens wat geschreven over gelijkheid en leiderschap en vrouwelijk leiderschap. Ja. Wanneer heb je dat geschreven, Leo? Nog steeds wel af en toe, maar mm-hmm. Ik geef er wel eens wat masterclasses over. En het gaat dan met name over femininiteit en masculiniteit. Okay. Dus ik vind eigenlijk het onderscheid tussen vrouwen en mannen vind ik eigenlijk op zich al discriminerend. Dus het gaat mij veel meer om het gender dan om het geslacht en veel meer om de eigenschappen dan om de biologische etniciteit. Absoluut, ja. Maar toen jij startte ooit met dat interessante onderwerp, heeft mm-hmm. je ergens iets getriggerd om daarover te gaan schrijven? Ja, absoluut. Ik ben consultant, ik begeleid bedrijven bij veranderingstrajecten. Mm-hmm. En ik zag nog steeds boardrooms vol met masculine mannen en vrouwen die als hanen in een hok positiespel speelden in plaats van het belang van organisaties dacht ik. Ja, waar gaat het dan goed? En dat waren dan een paar organisaties en die waren veel femininer, waarbij niet altijd vrouwen waren overigens. Dus dat viel me op. Ja. En toen begon ik me daarvoor te interesseren. Oké, wat is het verschil met nu? Ja, er is van een kentering gaande. Ik zie, als ik naar mijn kinderen kijk die in organisaties zitten, die lijkt alsof, en dat vind ik positief ontwikkeld, of geslacht geen rol meer speelt. Het is veel taakgerichter, maar dan in een positieve zin des woord. Maar misschien zie ik het eenzijdig, want ik heb daar geen breed onderzoek in gedaan. Maar... Femke, ja. wat reageren ze hierop? Ja, ik denk dat er twee kanten aan zijn. Ik kan me wel vinden in het, zeg maar, het verschil tussen ook masculin en feminin. Dat kan mm-hmm. natuurlijk bij mannen en vrouwen zijn. Wel denk ik dat we vooral ook gewoon nog door cultuur en door opvoeding zien dat vrouwen bepaalde dingen soms wat beter kunnen of wat minder goed. En mannen daar ook weer anders op reageren. En ik denk dat het wel goed is om dat te erkennen, dat we... En vooral als het gaat over het gesprek van nu over de vrouwen in de politiek, dat er nu een masculine sfeer is in de politiek, naar mijn mening, ja. Waarin we wel veranderingen zullen moeten maken nog, om het nog aantrekkelijker te maken voor in dit geval vrouwen. Ja, maar ik zei al, we zitten hier netjes in balans. De realiteit, wat maken jullie mee bij Share Power? We merken wel dat er natuurlijk wat meer vrouwen in de politiek komen, maar we merken ook dat de vrouwen die de politiek ingaan ook weer best snel eruit stromen. De reden daarvan zijn niet echt bekend, er zijn nog geen onderzoeken naar gedaan. In gesprek met verschillende politica zegt ze wel dat de politieke sfeer niet vrouwvriendelijk is. Dan kan je denken aan de online haat die vrouwen vaker krijgen als ze de politiek ingaan. Of zelfs dat de vergaderingen op tijden worden ingepland, wat ja, niet uitkomt met het huishouden of met het gezinsleven. Ja. Dus er zijn heel veel factoren die er toch voor zorgen dat het eigenlijk heel kort gezegd vrouwonvriendelijk is. Jonathan, jij kunt er een antwoord op geven. Hoe is het hier in de, had ik bijna gezegd, dorpspolitiek? Oei. Nee, zeker niet. Nee, in de gemeentepolitiek. Ja, waar ik blij om ben, is in ieder geval om te constateren dat we in de gemeenteraad van Roermond best wel een goede verdeling hebben inmiddels. Een man-vrouw. Daarbij moet ik ook direct aantekenen dat het in mijn eigen fractie, dat vooral nog heel veel mannen zijn. Dus dat daar ook werk aan de winkel is. Mm-hmm. Zo helder moet ik ook zijn. Maar ik onderschrijf inderdaad ook wat je zegt. In oktober word ik voor de eerste keer papa. En dan ga je ook nadenken over hoe ga je de politiek combineren met werk en met gezin. En daarin dus niet alleen een vrouwenkwestie, maar voor iedereen die de politiek met dingen combineert. En ik ben het met je eens dat we vergaderingen ook op de gekste tijden organiseren. En dat is wel een van de dingen waar ik me, eigenlijk sinds ik ook het perspectief heb van in oktober moet er bij mij ook wel wat veranderd zijn, dat ook wel op de agenda probeert te zetten. En een van de dingen is bijvoorbeeld heel concreet,
ja jongens, een vergadering om 6 uur 's middags, ja heel leuk, maar als je tot 5 uur, 5:30 op kantoor op het werk hebt gezeten en je wilt tussentijds ook nog thuis zijn, iets met je gezin doen, de kinderen nog mee in bed leggen en je wordt eigenlijk om 6 uur alweer geacht om aanwezig te zijn, ja, dat hou je even vol, maar niet heel lang. Nee. Dus ongeacht geslacht, ongeacht cultuur inderdaad, denk ik dat dat wel een van de aspecten is waar we mee aan de slag moeten. Dat je het gewoon voor een brede groep, jong, oud, man, vrouw, zo divers mogelijke politiek, dat je het voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk houdt. Mm-hmm. Ja, want die afvallers, ja, we kennen in de landelijke politiek ook mensen die veelbelovend waren, die dan toch zich terugtrekken. Dat is zonde. Femke, heb jij een passende oplossing voor het punt wat we net al op eind hebben? Dat is wel een hele moeilijke vraag, moet ik zeggen. Eigenlijk heb ik daar ook niet een goed antwoord op nog, jammer genoeg. En ik denk dat we daar dus ook nog naar op zoek zijn als maatschappij en als politiek. En daarin kunnen denk ik inderdaad organisaties ook helpen, ook om vrouwen meer weer te helpen om in zo'n politieke organisatie ook zich beter te redden. Mm-hmm. Want ik denk inderdaad, als het gaat om de praktische zaken, daar kunnen we natuurlijk gewoon keuzes op maken om ervoor te zorgen, ja, dat we op een ander moment gaan schaderen. Maar ook als het gaat om cultuur, ook in een raad, maar ook inderdaad in de maatschappij. Daarin denk ik dat het goed is om vrouwen op voor te bereiden en mee te helpen ook, waar je dan in terecht komt. Ja, Leon, je komt ook uit het bedrijfsleven. Je zegt net dat je dat ook probeert te sturen in die zin. Nou ja, ik constateer het en ik probeer wat te doen en ik stuur daar facturen voor, dus daar kan ik van leven, zeg ik altijd. Ja, ja, ja. Ik ben er wat minder optimistisch over. Ja. Ik denk wel, ik krijg nou een kind en ik ben heel nieuwsgierig hoe hij dat kind nou opvoedt, hè, naar de toekomst toe. Want Nederland, ze bungelt in de EU helemaal onderaan voor wat betreft arbeidsparticipatie voor vrouwen nog steeds. En dat is heel bijzonder, want we pretenderen een heel modern land te zijn. Dat zijn we niet. In alle landen om ons heen is de arbeidsparticipatie voor vrouwen veel groter. En is daarnaast ook veel meer geregeld om dat mogelijk te maken. Dus we hebben nog een beetje een vooroorlogse cultuur van de vrouw. Die voelt zich nog steeds verantwoordelijk voor het kind. Mm-hmm. Daar komen hele theorieën over, maar ik denk, het kan wel. Hè? Dus je moet daar afspraken over gaan maken. Je moet dat veranderen. Dan feminiseert de wereld ook. En dan maken we stapjes, denk ik. En ik ben niet van die generatie. Dus ik heb ook het hoogste inkomen gehad en het hardste gewerkt. En eigenlijk veranderen we de wereld daar niet mee. Dus dat wordt tijd dat we onze kinderen gewoon anders gaan opvoeden. Maar het klinkt allemaal zo eenvoudig. Hè? We zijn allemaal bewust van het feit dat. En toch is er nog altijd een speciale kweekvijver voor vrouwen nodig, die jullie als Sharepower ook organiseren. Ja, klopt. Ja, misschien is er wel een kweekvijver voor mannen nodig. Ja. Mooi bruggetje. Ja. Misschien in de toekomst, als ik vrouwen uiteindelijk de overhand nemen. Maar we merken nu dat de vrouwen, even generaliserend gezien, dat vrouwen toch meer een push nodig hebben om echt de politiek in te gaan. Dus vrouwen, en dat praat ik echt heel generaliserend, dus ook dus zonder het feminine en masculine. Vrouwen die zitten vaak met meerdere zorgen, omdat natuurlijk Nederland is heel erg op de traditionele gezinssituatie ingesteld. Dus de vrouwen zorgt inderdaad voor de kinderen nog steeds. Dus met die problemen zit de vrouw ook dagelijks van hoe ga ik dit dan combineren met de kinderen als ik de kinderen op moet halen van de opvang. Hoe moet ik dit doen als ik plots word gebeld om de kinderen op te halen of het huishouden, et cetera. En mannen daarentegen, niet voor jou bedoeld, want jij wilt wel natuurlijk zijn voor je kind. Die zijn vaak heel nuchter erover van, ik ga het gewoon doen. En als ik iets tegenkomt wat me dwars zit of wat niet lukt, dan los ik het wel op. Dus dat is eigenlijk vooral het verschil dat wij zien met de vrouwen die wij spreken. En ook de mannen die we spreken van, wat hebben de vrouwen nou eigenlijk wat meer nodig om de politiek in te gaan. En vandaar dat wij dus de kweekvijver al, ik geloof, 16 jaar hebben. Vrouwen zijn er heel enthousiast over. Zijn ook heel vrouwen die absoluut niks te maken willen hebben met politiek en nu wethouder zijn. Dus het levert echt heel veel positieve geluiden op eigenlijk. Ja, want jullie hebben echt al goede mensen voortgebracht. Precies, Het is gestart bij jullie en... Ja, en dat is niet alleen... Daar zit natuurlijk ook het excuus van de dat komt nog een beetje uit dat feminisme van die mannen tegen die vrouwen. Maar je moet ook op een gegeven moment die stap gaan zetten van daarmee te stoppen met die excuses te gaan zoeken en gewoon dat gaan veranderen. Dat is heel lastig, hè? Dat is... dat is een beetje die cultuur, dat oplichtersyndroom wat je zei, hè, van kan ik het wel en dit soort, ja. Ik zie landen om ons heen waar dat dus schijnbaar wel kan. Hè, waar we, en vrouwen,
Kijk naar de rechtspraak. Die bestaat uit meer dan de helft niet inmiddels uit vrouwen. Goede vrouwen. Er zijn meer vrouwen dan mannen die afstuderen op hoog niveau en de academisch. En die maken het vervolgens niet te geld omdat ze part-time gaan werken rond hun 30ste. Ja. Eigenlijk is het bedrijfseconomisch, is het kapitaal van mitigering. Ja, kan, absoluut. Hè? Dus dan zou ik zeggen, maak een deal met je partner en kijk even, maak een macrologisch verhaal van verdelen het of ga zelf meer werken of zoiets. Ja. Lijkt mij logisch. Maar, ja, het is, als de samenleving zo ingesteld was, zou het inderdaad logisch zijn. Maar we zien ook vaak dat vrouwen dan minder gaan werken omdat de opvang bijvoorbeeld veel te duur is. En dan loont het onder de streep meer om dan minder te gaan werken in plaats van je kind naar de opvang te sturen. Vandaar dat heel veel vrouwen... Dat ze naar andere landen ooit geregeld krijgen. De Scandinavische landen is dat gewoon... Ja, dan zou we bij de regering moeten zijn. Ja. En dan komt de vraag van waarom kunnen we... Want wij zien dat toch. Wij zijn toch een intelligent land. We kunnen dat toch kopiëren wat goed is uit het... Maar dat doen we niet. Zou je zeggen? Nou, iemand die zo vooruitstrijvend pretendeert te zijn, doe je toch wel een aanname. Kijk, in die zin is het ook goed om te vertellen dat bijvoorbeeld de Scandinavische landen hoge belastingdruk kennen en met een gratis kinderopvang werken. Zodat je thuis ook het gesprek met elkaar kunt voeren. Nou, wij gaan allebei voor onze carrière. En de aanname, je maakte net een kwinkslag van, hè? Ik ben benieuwd hoe jij zo meteen de opvoeding gaat doen. Maar bij ons is dat heel helder, gaan we allebei gewoon door met onze carrière. Ja. Dat betekent ook dat je een gesprek moet voeren met elkaar. Mm-hmm. Nou, wat is de stand van opvang? En wij zijn in de fortuinlijke positie dat we ons de opvang kunnen permitteren. Maar in principe zou je willen dat politiek, carrière maken, dat voor iedereen toegankelijk zou zijn. En daarom onderschrijven. Die dat willen. Voor iedereen die dat zou willen. Ja. Nee, precies. Ja. Maar lijkt het ook net zo hoop, mooi. Dat is wat jij vertelt. Ja. Dat we naar die situatie toe gaan waarin mensen op die manier aankijken tegen het hebben van een gezin. Al had niet gefaciliteerd. Als het niet gefaciliteerd wordt door de overheid, omdat we minder belasting betalen er ook voor, dan kan je het ook op een andere manier regelen door allebei wat minder te werken. Kinderen kost investeren. Niet alleen geld, hè, maar ook... Ja, je moet er ook als ouders zijn voor kinderen, heel simpel. Dus, maar daar moet je afspraken over maken, denk ik. Mm-hmm. Ik denk wel dat inderdaad, daar moest ik even lachen om over jouw mannenkweekvijver. Ja. Ik denk dat het inderdaad soms misschien ook wel makkelijk gezegd is van, goh, laten we dat dan gaan doen. En dan wijzen het misschien wel naar vrouwen van, ga dat dan gewoon doen. Maar ik denk dat we daar juist ook mannen in nodig hebben. Ja, maar dat bedoelde ik ook met die kweekvijver. Die mannen dus opvoeden van dat het ook anders wordt. Hè? Dat je dat samen moet doen. En dat bedoelde ik met die kweekvijver. Ze moeten niet leren om bij de politiek in te gaan. Dat doen ze wel. Maar om ook te realiseren dat je niet alleen maar met mannen in de wereld zit. En met denken als man. Ja, dat is ook niet totaal niet waar wij voor staan. Want feminisme is ook de gelijkwaardigheid. Dus mannen en vrouwen, we zijn ervan bewust, we zijn niet gelijk aan elkaar. Er zijn eigenschappen die mannen van nature hebben. Mm-hmm. En vrouwen, of het nou nature of nurture is, die gewoon totaal verschillend zijn. Maar we hebben wel elkaar nodig. Vandaar dat wij ook staan voor gelijkwaardigheid. Dus niet voor gelijkheid. Dus we hebben ook meer vrouwen en mannen nodig in de politiek. Vandaar dat wij nu echt de vrouwen aan het pushen zijn om wat meer vrouwen de politiek in te hebben. Niet om uiteindelijk de overhand te nemen, maar gewoon voor meer diversiteit. Want diversiteit in het gehele plaatje is belangrijk en de eerste stap in mijn mening daarin is een vrouw. En daarna kan je ook kijken naar de rest. En dan, daarna kan je gaan kijken naar het feminine, naar het masculine, maar daar zijn we nu helaas nog niet. Dus voordat we op dat punt zijn, moet je toch kleine stappen nemen. Dat is dit. Nu is dat gewoon meer vrouwen. Ja, want dat vind ik heel mooi dat je dat zegt. Want dan wil ik daar al Leon met onderbreken om te zeggen van... Het lijkt me net zo mooi om al die vrouwelijke en mannelijke eigenschappen samen te kunnen voegen tot één heel sterk geheel. Want ik denk dat het überhaupt niet eens bewijs nodig heeft dat een vrouw andere dingen denkt misschien dan een man. Of anders over dingen denkt dan een man. Maar dat net goed in die balans gaat zitten dan. Precies, en ik denk dat vrouwen ook mogen leren dat die vrouwelijke eigenschappen ook plek hebben in de politiek. We zijn snel opgevoed door om, sorry te zeggen, dingen weg te lachen. Onszelf wat minder op de voorgrond te zetten. Mm-hmm. Maar we hebben de politiek nu zo ingedeeld dat je moet iemand zijn met een dikke huid. Je moet op de voorgrond willen staan, je moet goed in het publiek kunnen praten. Ja. Waar we willen juist dat de politiek voor iedereen is en dat iedereen in de politiek kan zijn en zich herkent. Dus dat betekent ook de vrouwelijke eigenschappen of het vrouw zijn. En het, je hoeft niet per se altijd een dikke huid te hebben of goed in het openbaar kunnen spreken om in de politiek te kunnen. Ja. En dat mogen we als vrouwen ook herkennen en zien, denk ik. Hoe zien jullie nou de toekomst? Hoe gaat het nou verder? Wij zijn alle bewust, zoals we hier zitten, van het feit dat. Hè? Maar hoe gaat het nou verder, de nieuwe regering? Ja goed, ik maak er al een beetje ongerust over. Ja, ik ook.
een beetje veel, denk ik. Ik bedoel, we zitten natuurlijk, we waren een welvarend land, dat zijn we nog steeds. Misschien komt er wel een kentering aan. Ik weet niet of onze kinderen het net zo goed gaan krijgen als mijn ouders en ik. Mm-hmm. En ja, en dat komt natuurlijk ook even over die gelijkheid. Dat komt natuurlijk de autochtone en alles, mag je niet meer zeggen, maar dan weten we wat we bedoelen. Hè? Maar de oorspronkelijke Nederlandse bevolking, die krimpt. Als we de grenzen zouden sluiten, dan zou de bevolking krimpen. En die groeit door immigratie. Mm-hmm. Maar de cultuur die de immigratie meeneemt, is niet de cultuur die gaat over het algemeen, over mannelijk, over gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Helemaal niet. Nee. De traditionele normen die heel anders liggen. Dus ik denk dat onze wensen, dromen, althans, want ik geloof echt wel in dat samen, dat behoorlijk in de weg gaat zitten. En de politiek helpt daar niet in die masculiniteit. Want nee. De enige vrouwen die nou in die besprekingen zitten van het kabinet, die vertonen behoorlijk masculin gedrag, vind ik. Ja, inderdaad. Ik constateer in ieder geval dat ik een positiever mensbeeld en een positiever wereldbeeld heb. En dat glas dat voor me staat half vol is. Ik denk dat we lokaal het verschil kunnen maken door lokaal al te laten zien dat we die cultuurverandering voorstaan. En dat in de politiek nou eenmaal niet dingen per se zo hoeven te gaan, omdat ze al 20 jaar of 30 jaar zo gaan. Op die manier houden we namelijk in stand wat er altijd al was. Ik denk dat het gesprek voeren over dit soort dingen, dat ontzettend helpt. Ik ben ervan overtuigd dat inderdaad van de lange adem ook is en dat we dat gesprek met elkaar moeten blijven voeren. Mm-hmm. En een van de dingen morgen vindt er toevallig, of helemaal niet zo toevallig, een bijeenkomst plaats van Sherpa, waar vooral ook mannen geprikkeld worden van hoe ziet die politiek van jullie er nou eigenlijk uit en is die politiek wel toegankelijk voor vrouwen, voor jongeren, voor überhaupt? Mm-hmm. Ik wil hem in de breedste zin van diversiteit wil ik hem bezien. Ja, dat betekent ook dat je als man daarvoor open moet staan en dat gesprek ook aan moet gaan. Ik heb dingen altijd kennelijk zo gedaan zoals ik ze deed. Maar waar lopen mensen tegenaan? En ben je ook bereid als politiek, ben je ook bereid als fractievoorzitter van in dit geval de VVD, om misschien maar dingen anders te organiseren, om die politiek wel toegankelijker te maken? Dus je kunt hem zo groot maken als je wil, je kunt het kabinet erbij betrekken, je kunt er van alles bij halen. Maar ik denk dat als we lokaal die verandering inzetten, volgens mij hebben we hem al ingezet en zie je in ieder geval in Roermond ook dat we een mooie vertegenwoordiging vrouwen ook in de politiek hebben. Ja, dat klopt. Laat dat dan inderdaad landelijk zo'n druppel effect geven. Hoe ga jij je daarvoor inzetten, Femke? Hoe ga ik me daarvoor inzetten? Want je bent pas in Roermond komen wonen. Klopt. Ik ben natuurlijk hiervoor dus inderdaad politiek actief geweest. En eigenlijk toen gestopt om ook te verhuizen naar een ander deel van het land. Naar wat mij betreft het mooiste deel van het land, zeg maar, hier in Limburg. En ik ga dus ik heb me ook ingeschreven voor de kweekvijver. Dus daarin ga ik me toch wel weer verder verdiepen. En wie weet is dan de volgende stap ook weer de gemeentepolitiek. Mm-hmm. En ik denk inderdaad voor de rest vooral het gesprek blijven aangaan, wat we eigenlijk ook al zeggen. En ook vertellen over de ervaringen en daarin open ook zijn. Want stel dat je nou de keuze maakt om de Roermondse politiek in te stappen, ga je dan al met een voorbedachte rade te werk van nu ga ik even de zaken omgooien? Of moet ik daar nu gaan pleiten voor het vrouw zijn? Moet ik daar, hoe ga je dat aanpakken dan? Nee, het is nooit helemaal mijn stijl, laat ik het zo zeggen. En dat is ook misschien mijn pleidooi van net ook. Ik ben ook niet per se een hardschreeuwer. Dus ik ben niet helemaal de stijl van hier ben ik en we gaan het nu even doen zoals ik het wil. Ik vind het belangrijk dat we naar elkaar luisteren. En dat is dus ook mijn taak dan in de politiek. Mm-hmm. En dan te horen wat er in Roermond, wat er eventueel wel anders zou moeten. Of wat er ook juist echt moet blijven. Mm-hmm. Maar ik denk door het voorbeeld te geven en er te zijn. En dat je op die manier kan laten zien, vrouwen in de politiek is helemaal oké. Okay. Vanaf de zijlijn is het altijd hard roepen, maar dat brengt niks, toch? Nee, zeker niet. Ik zou iedereen aanmoedigen die denkt van ik zit toch ergens mee om vooral ook om je uit te spreken. Word politiek actief of ga naar een partij die het meeste aanspreekt om daar het gesprek aan te gaan van wat kunnen jullie voor mij doen? Of ga demonstreren. Ik ben ook helemaal fan van demonstreren. Maar ga vooral niet op de bank zitten en te sikkeneuren, want dat word je zelf ook niet blijer van. Nee. Hoe is het met de toegankelijkheid van de politieke mensen hier in Roermond? Kunnen wij jou bellen
of zo? Ja, zeker. Ik denk dat dit het college dat we nu überhaupt verbonden hebben, is het eerste college dat de 06-nummers bijvoorbeeld ook op de website heeft staan. Ik probeer breed te communiceren via allerlei socials en mijn 06 is ook geen geheim. Mm-hmm. Op het moment dat je je zaak wil bepleiten voor de politiek, of je nou politiek actief bent of niet. Nou, soms raakt een onderwerp gewoon jouw buurt en dan gaat het je aan. Mm-hmm. Nou, en dan zie je dat politiek gaat leven. En of dat nou over het gebiedsprofiel in Zwalmen gaat, of de Roertoren in het Vrijveld. Of de jachthaven in Asselt die binnenkort op de agenda staat. Ja, je ziet wel dat omgevingen zich dan roeren, de politiek ook weten te vinden. En dat in ieder geval ik, maar ook een hele hoop andere fracties, dan ook echt wel dat gesprek aangaan. Mm-hmm. Dus volgens mij is de politiek wel toegankelijk. Maar is het ook wel, en dat sluit ook wel aan bij wat jij net aangaf, wij moeten ook toegankelijker zijn voor mensen die zich niet zo hard laten horen. Ja. Op het moment dat je je vinger opsteekt en jezelf actief meldt, kom je er bij iedere fractie tussen. Alleen ik ben wel getriggerd van hoe bereik ik nou de mensen die misschien thuis zitten en denken, oh, ik heb dit ook eigenlijk altijd al gewild, of ik vind de politiek interessant, mm-hmm. of ik wil me voor mijn wijk of buurt inzetten. Nou, hoe kom je met deze mensen in gesprek? En dat vind ik wel de uitdaging. Politiek wordt vaak echt pas tastbaar op het moment dat het om de knikkers gaat en, mm-hmm. en het je eigen omgeving raakt. Yeah. Dus dat is wel onze uitdaging, absoluut. Wat zou jullie oplossing daarin zijn, de ervaring sprekende? Ja, het bereiken van mensen is inderdaad moeilijk. Dat merken wij ook nog. Het zijn mm-hmm. vaak toch de mensen die iets van affiniteit hebben met de politiek. Ik zou wel de mannelijke politici adviseren om altijd bij ons langs te komen. Want zoals jij net zei, we hebben dus morgenavond een soort workshop voor mannen. En we zien dat de mannen het heel moeilijk vinden om zich in te schrijven voor zoiets als dat. Waar dat aan ligt, geen idee. Ik heb het ze niet gevraagd. Misschien moet ik dat ook een keertje doen. Maar ik zou mensen adviseren van, mocht je iets van interesse hebben, je kan ons altijd bellen, je kan altijd op ons kantoor langskomen. Of nou vragen zijn over politiek of andere zaken waarin wij je wellicht zouden kunnen ondersteunen, dan onze deur staat altijd open. Ja, en dan krijg je ook die ingangen naar wat jij zegt, de stille mensen die zo belangrijk ook zijn voor de samenleving, dat die dan ook een stem kunnen krijgen. En dan is het via andere kanalen. Ja. De Jong? Wat heb je er nog aan toe te voegen? Wat heb ik aan toe te voegen? Ja, alles wat er gezegd wordt, daar spreekt redelijkheid uit. En ik vraag me altijd af, ik kom altijd redelijke mensen tegen. Altijd precies. En toch krijgen we heel vaak dingen niet voor elkaar. Dus misschien even over dat glas half vol en half leeg. Als ik even voor na aan denk, is dat dan mijn leeftijd of zo? Dat ik misschien in crisis ben. Maar, zijn jouw woorden, hè? Ik was even denken, waar ligt dat dan misschien aan? En misschien te veel meegemaakt op dat gebied, hè? En dan denk ik, is mijn glas aan 8:30? Mijn glas is wel half vol, maar ik geloof in wat andere concepten. Ik denk dat we met z'n allen best wel naar een behoorlijk niveau zijn gegaan qua denkkracht. Hè? In de hele samenleving, van laag tot hoog. Hè? Want het laag van nu is hoger dan het laag van 30 jaar geleden, zeg ik altijd. En dan moeten we toch samen ook, en dat is ook, want die gemeente is echt toegankelijk. Mm-hmm. Ik kan het weten, ik zit ook in besturen en zo. Hè? Alleen wat we nog even een stapje moeten zetten, is meer deliberatief. Dus samen, sommige burgers kunnen problemen samen oplossen in de buurt. En dat is ook veel leuker. Die David van Rijbroek die schreef over een soort politieke suggestie, een politieke dienstplicht, dat iedereen iets voor de samenleving moest doen. Mm-hmm. En toen dacht ik, op zich wel een goed idee. Want dan en gewoon betaald. Hè? Dus denk ik, why not? Volgens mij is dat hartstikke goed. Zoiets dat je wat meer geëngageerd wordt. Dus als ik mensen als jullie zie, dan jullie zijn nog vrij jong. Hè? Hoe jong ben jij? 35. Dat is vrij jong. Ja, dat is vrij jong. Ja, dat is positief. Ja. Van zeker als ze ambities hebben om de politiek in te gaan. Toch? Ik vind dat geweldig. Ja, want wij zijn nog van die generatie die eigenlijk alle stappen al hebben meegemaakt. Maar nu zien we ze een beetje terugstappen. Ja, ja, dus en nu zijn wij... nu nog niet afgeschreven, dat niet. Maar. Nee, nog niet. Maar, laten ons nog wel horen. Maar wij zijn degene die zich laten horen. Ja, ja. Maar die anderen, en vooral de jongeren, vraag ik me dan van af. Inderdaad, van in hoeverre zijn ze nog überhaupt betrokken bij de maatschappij? Ik denk echt nog wel. Maar het laat zich zien op een andere manier, denk ik. Inderdaad, door alle ontwikkelingen met social media is het anders, denk ik. Ja. Maar ik denk wel dat het inderdaad, als het gaat over leeftijd, best goed is om te zeggen dat politiek wordt gezien als iets heel saais en stoffig en dikke dossiers.
Ik ben een adrenaline junkie. Ik hou heel erg van motorrijden en allemaal gekke dingen doen. Maar ik krijg ook ontzettend veel adrenaline van politiek. Kijk. Want zo in zo'n raadzaal zitten en even flinke stoeien daar, dat geeft echt wel adrenaline. Dus denk nou maar niet dat dat saai is. Is dat net zo erg als op een knetterende hal die de stad? Soms is het meer adrenaline in een raadsvergadering en je hebt echt wat bereikt dan... Maar dan is het heel belangrijk dat met name jij dit gaat overbrengen op al die andere 35 en minder en plusjarigen. Toch? Ja, zeker. Dus ik hoop dat ze allemaal luisteren en die denken, daar gaan we... Ja, toch? Nou ja, jij hebt al gezegd, bij jullie kunnen ze altijd terecht voor raad. En vooral ook daad, hè? Want daar staan jullie ook met name voor. Jonathan, bij jou kunnen ze zo aanbellen, want jouw 06-nummer staat gewoon op de site van de gemeente Roermond. Zeker, ja. Gebeurt het overigens ook? Nou, wat ik net zei, op het moment dat het om de knikkers gaat, weten mensen je inderdaad heel goed te vinden. Dus daar merk je gewoon dat die afstand vrij klein is. Alleen, en wat mij aanspreekt en wat jij nu net ook vertelt, de redelijk denkende mensen, zal ik maar even zeggen, die ook gewoon het gesprek met elkaar willen aangaan. Het lijkt soms al, de extremen zijn eigenlijk de laatste tijd alleen maar zichtbaar. En wat nou het mooie is aan de gemeentepolitiek, en daarom wil ik eigenlijk ook die andere groep mensen bereiken. Als redelijk denkende mensen gewoon goed het gesprek met elkaar voeren, op een redelijke manier. En dan kom je tot heel veel soorten oplossingen. Alleen wat zien we in het maatschappelijk debat? Dat de extremen groter worden, dat de flanken groter worden. Mm-hmm. En dat de polarisatie groter wordt. En ik denk dat dat ook wel, dat we ook als lokale politiek schatplichtig zijn om dat gesprek op een goede manier te voeren. Ook als lokale politiek, als je het over masculien of feminien hebt. Mm-hmm. Dat we ook gewoon op een redelijke manier onszelf als politiek ook presenteren. Anders werkt het als een rode lap op de stier en ga je ook maatschappelijk dat soort sentimenten aanwakkeren. Mm-hmm. Dus ik denk dat daar wel een belangrijke taak ook voor mezelf en voor de Raad van Roermond zit om op een redelijke manier dat gesprek ook te voeren en ook daar het goede voorbeeld in te tonen en met elkaar in dialoog te blijven. Dat is eigenlijk mijn voornaamste. En dan is natuurlijk die stadspolitiek ook makkelijker om dit te bewerkstelligen dan meteen naar het grote geheel te gaan. Dat moet zich dan ook zo uitspreken. Ja, dat, maar misschien aan de andere kant ook juist niet. Ook omdat je elkaar goed kent en elkaar in een lokale context tegenkomt, wordt politiek ook vele malen persoonlijker. Ja, precies, dat bedoel ik. Landelijk zit daar wat meer afstand in. En hier zijn die relaties, die onderlinge relaties, die maken uiteindelijk wel of je hier iets voor elkaar krijgt. En of je... met elkaar het goede gesprek. Ik heb niet het 06-nummer van Watten bijvoorbeeld. Nee. Maar je kunt er van een hand geven als je met een appeltje voorbij fietst. Ja, dat wel. Als je niet de hart voorbij fietst. Ja. Mag ik jou dan nog wat vragen? Ja, want je zegt inderdaad, jullie zijn heel toegankelijk. Maar je zegt ook dat jullie misschien nog wel wat extra vrouwen in de fractie. Zeker. Zijn er ook stappen die jullie daarin maken? Een van de dingen is, als je het hebt over mensen een zetje geven, is ook gewoon, ik ben laatst gewoon een heel plat door ons ledenbestand heen gegaan. En dan blijken we echt gewoon wel een aantal dames op de ledenlijst te hebben, die zichzelf dus niet gemeld hebben toen ik vacatures of zo. Of we zoeken nog een nieuw steuncommissielid of een steunfractielid. Maar op het moment dat je daar het gesprek mee aangaat, ik heb er eigenlijk nog nooit over nagedacht. Vertel eens wat meer over die politiek. En op die manier dat je toch wel wat gerichter dat gesprek probeert te voeren. En mij valt op dat iedereen eigenlijk best wel welwillend is, alleen soms even dat setje nodig heeft. Ja. En het is soms misschien ook even kritisch kijken. Hey, een fractievergadering met alleen maar mannen die elkaar even proberen te overtoepen van ik heb dit weer meegemaakt. Ja. Op het moment dat je dan een dame zo ver krijgt om aan te sluiten, is dat het beeld waar je vervolgens enthousiast van wordt. Ik denk dat ook wel iets is waar we met elkaar, als het de mannenbolwerk betreft, met elkaar moeten nadenken van wat is het lonken perspectief nou eigenlijk voor een vrouw om nu aan te sluiten? En houden we die persoon ook enthousiast? Mm. En ik denk ik probeer daar in ieder geval zelf wel wat reflectie in te tonen en daarover na te denken. En ik denk dat we dat met z'n allen nog wel iets meer zouden mogen doen. Ja. Dus samen, we zijn het over eens dat we begrijpen wat we tegen elkaar gezegd hebben. Dat is heel duidelijk, lijkt mij. En die gelijkheid die is er eigenlijk al. Alleen je moet de juiste mensen zien te benaderen en dat moet laagdrempelig kunnen.
die gelijkwaardigheid. Gelijkwaardigheid. Dat die dan inkomt, die gelijkheid. Dus er is nog werk aan de winkel. Ja. Dat sowieso wel. Maar we moeten in gesprek blijven en vooral in je eigen kring. Daar moet je beginnen om die olievlek maar steeds te laten uitbreiden. Ja. Glas is half. Volle. Half vol. Voor mij is bijna leeg. Maar ik heb hem graag half vol. Ja. Oh, jij hebt hem nog helemaal vol. Ja. Mijn glas nog. Nou, we gaan proosten op die goede afloop. Dat in ieder geval. Dit wel. Bekijk het maar. De volgende keer. Geen idee wat het thema dan wordt. Maar waarschijnlijk ook wel net zo interessant als dit thema. Altijd de moeite waard om te kijken. Bekijk naar. Deze uitzending is mede mogelijk gemaakt door Linzen Veiligheid. Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door Brasserie en Adventure Golf Het Pakhuis.